alleen deze twee nog. Oh, Klaas, ja, Klaas is ook ingehaakt. Ja, Klaas. Nou, Dirk, ik ga het weer hebben over klaarzitten en ontspannen. Je ziet eigenlijk dat je dus ook weer veel te verarmen gebruikt, waardoor je geen ruimte hebt voor je buik om uit het water te komen. Je aait jezelf elke haal over je borstkast. Dirk, vind het bezwaarlijk. Oh. Dus veel meer voor je buik finishen en dan rustig kunnen klaarzitten. Gaan we naar de zijkant. En ook hier zie je dus nog dat je valt met je rug, terwijl je je armen al bij je buik hebt, omdat je daar veel te veel mee doet. Nou, je wilt dus eigenlijk veel met die mooie hang in het begin, eigenlijk tot het einde duurt. Daar mag je nog wat meer aan werken.